Het is een jongetje van bijna een jaar en dat ligt op de intensive care in Rotterdam. En hij lijdt aan de ernstige spierziekte SMA. En er is een medicijn voor. En het is heel duur, bijna 2 miljoen euro. En het wordt in Nederland niet vergoed. Bij mijn kleindochtertje Nico van anderhalf jaar is pas geleden ook deze spierziekte gediagnosticeerd. Zij woont in Israël en zij heeft het in de mildere vorm. Maar zonder dit geweldige medicijn zou zij bijvoorbeeld nooit kunnen staan of lopen. En in Israël wordt dit medicijn wel vergoed. En zij heeft het 2 weken geleden heeft zij dit medicijn gekregen. Dus voor Nico is er hoop, hele goede hoop. Maar ook voor Jane. Het is natuurlijk onuitstaanbaar als dit kindje niet geholpen zou kunnen worden en wij kunnen hem helpen. Er is al een crowdfunding gaande en het gaat ontzettend goed. Het zijn al op 40%. Maar we moeten gewoon een flinke slinger aan geven en ik zat te denken hoe. Nou, wat kan ik? Ik kan zingen. Dus dan zing ik. En ik ga een concert geven hier in mijn huiskamer. Gewoon zo. En dat wordt gestreamd. En dat doe ik op 15 juni om 8 uur. Je kunt daarvoor een kaartje kopen. En de hele opbrengst is voor Jane. Alles is voor hem. En ik heb zo'n gevoel dat ze best wel eens wat op kunnen gaan halen voor hem. Ik heb er alle vertrouwen in. Het wordt een uniek concert. Een Lenny Koer unplugged, zeg maar. Ik zie je dan, hè. Maar ondertussen ga ik nu een liedje zingen voor die 2 kleine schatjes. Voor Nico en voor Jane. Sterren. Al die sterren achter het raam, waar je nog laatst een beetje bang voor was. Al die sterren achter het vensterglas, hebben allemaal een naam. Kleine beer en grote beer, Orion en de vroege avondster. En de melkweg is ontzettend ver. Dus daar komen we niet meer. Als je ziet dat er een dooft en je hebt in het geheim een wens gedaan, zal hij zeker.